Ik ben Merel van Dongen en vandaag doen wij een Franse quiz met niemand minder dan Anouk Dekker en Loes Geurts. Zijn jullie klaar voor vraag nummer 1? We speelden in het verleden al 27 keer tegen Frankrijk. Hoe vaak wonnen we? Nou, laat maar zien, allebei tegelijkertijd. 5 keer, 6 keer. Ik heb ook voor opgeschreven. Nou, jullie krijgen toch allebei voor de effort zeker heel veel punten, maar 12 keer maar liefst al. Nou, dan gaan we naar vraag 2. Oh ja, hoe heet het Franse volkslied? Dat gaat zo. Allons avant de la patrie. Hoe heet dat nou? Misschien een tip? Zal ik een tip geven? Nee, nagaan. Nee. Nou, laat maar zien. Ik zit helemaal dichtbij. Marseillaise. Ja, nou, Marseillaise. Oké, vraag nummer 3. De laatste wedstrijd in 2015, die we allemaal nog goed kunnen herinneren, wonnen we met 1-2 van Frankrijk. Wie maakte toen het eerste Nederlandse doelpunt? Was dat thuis in Eindhoven? Nee, in Frankrijk. Nee, in Parijs. In Parijs. Allebei hartstikke... Namelijk Danielle van de Donk. Oh ja, met die insliden. Oké, vraag nummer 4. Hoe hoog is de Eiffeltoren? Degene die dichtbij zit. Ik heb laatst al gezegd. Ja. Ja, laat maar zien. Oeh, Dekker. Je zit er maar 4 meter vanaf. Ja, maar ja, ik ben natuurlijk heel op geweest. 370. Vraag nummer 5. In welk stadion spelen we op 7 april tegen Frankrijk? Ja. Allebei hartstikke goed. Heel punt. Vraag nummer 6. Wat is de datum van de Franse Nationale Feestdag? Kijken. Drie koningen. Dat is de Trerij, denk ik. Dat denk ik ook. Oui, oui, merci. Heel goed. Nummer 7. Hoeveel inwoners heeft Frankrijk? Laat ik maar een gok doen. Iets hoger. Heb jij gewoon gekeken? Nee, maar ik denk dat je te laag zit met je Eiffeltoren. 300 meter te laag. God. Ja, allebei fout, maar ik deed zo. 64. Ja, ja, ik kan ook niets anders zeggen dan dat Dekker tot echt de beduidende winnaar van deze prachtige rode wijnfles is. Ja. 2011. Ja, dat komt goed uit. Ik kom goed lekker. Ja, bon année. Maar kom maar op de koffie dan. Ja, doe maar koffie, want die wijn dus ik toch niet. Okay. Nou, kijkers, heel erg bedankt voor het kijken naar deze geweldige quiz. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat het antwoord op waar Nederland-Frankrijk gespeeld wordt is de Galgenwaard in Utrecht op 7 april. Dus wij hopen jullie allemaal aanwezig te zien bij die wedstrijd. En als je niet weet waar je de tickets kan vinden, zou ik gewoon gaan naar www.onzeoranje.nl/tickets, denk ik. En anders google je gewoon tickets van de Oranje Vrouw, dan kom je er ook gewoon, oké? Tot dan!